op de weg zo. Nee. Op ons. Op ons, waarom kijk je door daar? Omdat de andere kant bij het beeldscherm. Dan kun je zien wat je, zegt. Oh. Dan kun je hem zien. Nou, dan moet ik eigenlijk op de kabel gaan zitten. Ja. Nou. Nou. Giet hè. Touw om. Touw om. Ik heb touw ook om. Zeg hè? Ik zeg hey, touw om. Ja. Ja, 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 ja. Ja, mooi. Mooi of niet? Mooi, heel druk. Ja, we gaan. Ik heb mijn vader zo ver gekregen dat hij mij even. Of ik mijzelf nog even naar het wegenwachtstation in Markelo rijd. En ja, daar ga ik weer ophalen. En dat ga je zien in deze video, toch? Haal je op dan, nieuwe kinderwagen? Ik hou een nieuwe kinderwagen op. Oh. Ja. Ja, dat is hem. Mijn, nou, mijn, de, ja, mijn nieuwe dienstvoertuig. En de Peugeot Partner. Dat is een, ja, daar ben ik heel blij mee. Ik ben ontzettend van onder de indruk. Alleen al qua, hoe zal ik het zeggen, hoe die rijdt. Nu op dit moment is het nog een klein beetje chaos. Niet hard opentrekken, dan valt de boel eruit. Dan zie je wel hier een kistje liggen. Die pak ik er even uit, want die stond ergens anders net namelijk. Ik moet het nog helemaal niet inrichten, maar vooral eigenlijk alles erin leggen. Want de basis van de auto is, kun je wel zien, stoelframe, allemaal spul erbij van alles nog wat. Dozen met, ja, met alles erin. Ik heb geen idee wat hier allemaal in zit. Ja, heel veel. En, kijk eens, Makita. Weet je wat, ik ga jullie sowieso stuk voor stuk... Ach, jongens, moet je kijken. Oh, Makita. Fantastisch. Ook een föhn erbij. Voor mijn wilderige haders. Haarbos. Ik ga jullie meenemen in deze auto. Dan laat ik jullie zien hoe het allemaal in zit. Achterin deze hele mooie Peugeot. Hier zit een display. Dat display is voor de aanduiding van het laden en van een accu. Dus ik kan hier mijn starthulpinstallatie aansluiten. Hier aan deze kant met de stekkers. En dan kun je dus een accu gaan laden. 14,7 volt 0 ampère uiteraard. Want er zit geen accu aan. Is een systeem, heb ik ooit wel eens uitgelegd in mijn Volkswagen Transporter toen de tijd. Daar zaten nog lithium-ion accu's in. Deze heeft weliswaar weer de normale gel accu's. Die mooie, in dit geval zijn het gele Optima's, supergoede accu's, kunnen gewoon toch iets meer stroom leveren. Je kunt zelfs zien dat niet elke verandering een verbetering is. Maar, nogmaals, ik heb relatief weinig problemen gehad met mijn Transporter. Daar blijf ik bij en het was een mooi systeem. Goed, hierbovenin liggen alle vloeistoffen die we nodig kunnen hebben onderweg, die je kunt kopen van ons. Een litertje olie, een litertje koelvloeistof, stuurbekrachtigingsvloeistof. Dat ga je trouwens ook wel zien bij mij in de komende video's die nog komen, waar ik al in deze auto rijd. Dus eigenlijk, die video's zijn genomen. Ik heb namelijk een tijdje gereden en inbouw een beetje heen en weer. En zo zie je dan van, nou, ik doe het zo of ik doe het zo. Hier verder bovenin heb ik al mijn meetgereedschap liggen, mijn multimeter. Een opblaasbalgje om een deur op een kiertje te zetten voor het openen. En nog een paar dingen meer. Universele sleepogen, mijn Autel proben om spanning er eens op te zetten. En ik vond nog in mijn bus, ik was hem kwijt, een hele ouderwetse amperemeter. Wat je zo klemt om je leiding. Maar deze is grandioos, nog steeds grandioos. Even kijken, waar ligt hier nog meer? Nou, ik heb hier een paar lampjes aan hangen. Hier een buis met het zogenaamde, ja... openmaakgereedschap om auto's te openen. We noemden dat vroeger inbrekersgereedschap, maar ik ben geen inbreker. Ja, ik ben een inbreker met licentie, zeg ik altijd. Nou, de haspel, hele lange haspel, volgens mij is dit zelfs 20 of 15 meter, weet ik zo niet. Maar omdat je een bepaalde afstand namelijk moet hebben, in combinatie met, daar komt hij, het luchtkussen. Deze. Dus dat is mijn krik. Voor de mensen die dat nog steeds niet weten, zeg ik altijd. Dan moet je namelijk wel op de snelweg met een afstand van 10 of 15 meter ertussen genoeg haspellengte hebben om dus die krik te kunnen gebruiken. En dat is echt allemaal goed uitgemeten. Hij is langer dan bij de Volkswagen Transporter, dat weet ik. Bankschroef zal ik straks even laten zien vanuit een andere hoek. Ik begin gewoon met de onderste lade.
Maar moet toch eens kijken wat hier allemaal in zit. Gereedschapsmerk, het merk Sonic. En je kunt eigenlijk zo gek niet bedenken of het zit er wel in. Dat wil zeggen, halfduimsratel, 3/8 en 1/4, om het maar zo mooi te zeggen, ratel. Met alle toegankelijke doppen. Ik heb maar één dopje, een 9/16 die ik nog had, meegenomen. En hier ligt nog een dopje 17. Kort, want die zit hier niet in, zit er wel lang in. Ook zelfs nog voor je bepaalde auto's. Ja, volgens mij was dat Mercedes. Ik weet het niet, misschien dat jullie weer met zo'n aparte dop 17. Volgens mij is dit ook niet uit het lood. Volgens mij is dit ook bijvoorbeeld om je bij een Mercedes Vito het reservewiel onderweg te draaien. En ik heb hier nog een paar voor op de boormachine. Een paar verloopstukjes liggen. Dan kun je deze in de boormachine zetten. En dan kun je er bijvoorbeeld een... Dit is 3/8, dat is een slecht voorbeeld. Een halfde of een kwart aansluiting, 1/4 aansluiting op de boormachine. Kun je lekker snel werken als het moet, als het soms makkelijk is bij een onderplaat loshalen of zo. Torx Inbus, ja, je kunt het zo gek niet bedenken, het zit er eigenlijk allemaal wel in. Ook een leuke ratel, deze, die kun je langer maken. En ja, en de korte natuurlijk, heel handig. Heel fijn om mee te werken. En deze onder een hoek, ja, het is een beetje voor de mensen die wel eens kijken op de autodoktoren, die lopen altijd te koop met hun gereedschap. En ja, dit is hem, maar dan in het klein, die hun altijd verkopen, in deze maat. Ik ben gewend met mijn oude koffer die ik van mezelf had, wat je wel eens gezien hebt in de bus bij mij. Was toch ander gereedschap. Ik heb hem hier nog liggen, die koffer. Ik kan hem even ter vergelijking erbij pakken. Kijk eens, de oude koffer. Voor de mensen die het weten, hier bovenop had ik een, kun je nog wel zien, een afbeelding van het aanhaalkoppel. Ja, dat was aan die kant. Kijk, dat is de bovenkant. Ja, het aanhaalkoppel van de wielbouten. Je moet het nog even weer opnieuw uitdraaien. Vind ik wel handig om altijd bij me te hebben of op te zoeken. Ik heb er even een stukje karton tussen gedaan. Kijk, maar dit is mijn oude set. En dat kun je wel zien. Niks mis mee. Maar hiervan gebruikte ik zelfs de helft niet eens. En vooral dit spul, ja. Maar heel makkelijk. Koffertje ooit een keer gekocht, privé op eBay. Ja, nu. En ik heb hier al een bestemming voor. Dat is namelijk mijn caravan. Tot zover. Lader nummer 1 van onderen gezien. Lader nummer 2. Nou, hier, dit ziet er ook gelikt uit. Wel een leuk ding trouwens. Je ziet hier namelijk nog een oude midlock Torx schroeven draaien met 4 Torxen. Ik kon namelijk zo geen Torx vinden, want ik keek wel hier. Ik denk, ja, dit is er een met een ratelschroeven draaien. Dat is wel mooi. Maar er zit alleen maar een kruiskop, een Philips op. Maar wat blijkt nou hier achterin? Ja, dan heb je weer zoiets. En dan zie je dus bij een collega. Dan heb je wel Torx. Zit er gewoon alle Torxen in. Zelfs nog kleiner. Ik denk, oh, wacht even. Dus ja. Het zit er allemaal in, maar je moet zo verder kijken dat je neus lang is. Er zitten ook hoogvoltage schroevendraaiers in. Certificering hebben we om in ieder geval te mogen werken. Om een elektrische auto vrij te mogen schakelen. En te mogen werken aan een laadpaal. Waar wij dus een contract mee hebben. Verder gewoon schroevendraaiers. Lang en kort kunt u zo gek niet bedenken. Een magneet. En ik heb zelfs mijn oude magneet ook nog wel meegenomen. Die ik soms wel handiger vind. Ik moest er even over nadenken, wat is dit nou weer voor een toeltje? Nou, dat blijkt dus, je hebt hier allemaal Torxen lang liggen. En die kun je dan bijvoorbeeld zo erin zetten. En je hebt een Torx handvat. Of je kunt hem ook nog even kijken. Je kon hem op meerdere manieren gebruiken, voor zover ik zag. Zelfs zo nog kun je nog meer kracht zetten. Nog een handig toeltje, misschien ook vaker gezien. Bij de auto van mijn vader ooit, als je terugkijkt. Een ventielduwer, geen ventieltrekker, maar een ventielduwer. Je doet hier een bandenventiel op en je drukt hem met een beetje glijmiddel in één keer en dat gaat er doorheen. Heel handig toeltje, bij sommige velgen is het net te dik dit ding, maar ik denk voor 90% dat het goed werkt. Tot zover deze laders. Oh ja, nog een paar piktoeltjes bij de tandarts om het weg te schrapen. Heel mooi. Dan gaan we naar lade nummer 3. Zoals je kunt zien, lader nummer 3 is een beetje toch een rommeltje. De rommelaar, zoals ik het altijd noem. Nee, dat komt een beetje. Ik heb een aantal tangen meegenomen van mijzelf. Van mijn andere bus. Want die zijn gewoon voor mij onmisbaar. Maar wanneer ik ze weghaal, dan valt er eigenlijk mee. Deze tangen die komen namelijk uit een Duitse boommarkt. Ik denk 20 jaar geleden voor €5.
ook een ijzeren vlechttang onmisbaar. En zoals je kunt zien, nu al zit ik hier en deze weghalen. Dit is eigenlijk dezelfde tang als, waar ligt die bij deze, als deze zo'n beetje. Hier kun je namelijk die slangenklemmen mee loshalen van Volkswagen onder andere, of de meeste merken gebruiken. En dit is er eentje op afstand. Hè? Wanneer je een lastige hoek hebt, kun je hem hiermee bedienen. Dus wanneer je dit weghaalt, samen met de dongel, die heb ik hier ook neergelegd, want die heb ik toch het meest achter in de auto nodig. Dan heb je dus eigenlijk wat er origineel in zit. Nou, dan valt er nog wel meer wat ik er allemaal uitgehaald heb. Een bakel. En dan heb ik het niet over de drank, maar wel over de gereedschap. En het mooiste is trouwens, hier staat ook eens een keer een maatverdeling op. En dat zie je niet vaak trouwens. Zo heb ik goed over nagedacht. Steekringsleutels, grote maten, kleine maten en ring. En die zijn gewoon heel erg praktisch. Zelfs nog een 10-11, een hele mooie met een hoekje voor je remleidingen. En die zijn best wel makkelijk, want remleidingenland is vaak allemaal 11 mm in autoland. Of net 10. Ja, en daar zijn ze handig in. Heeft de firma Sonic goed over nagedacht. Goed, dit leg ik er allemaal even weer in. En dan kan ik daar wel een andere manier voor verzinnen, maar het ligt er bovenop. En deze tangen gebruik je niet zoveel. En deze erin. En dan kom ik alweer aan de laatste lade. En ja, dit is een lade. Er zit ook wat van mezelf in. Nee, er zit van mezelf. Onze momentsleutel. Ik heb nog een hamertje meegenomen die ik gewoon fijn vind. Een klein hamertje. Want met die kleine heb je soms net iets meer. Kun je er net iets makkelijker bij zonder onder de motorkap. En ik heb hier weliswaar een Snap-on luchtsleuteltje. Ik had hiervoor al een merkloos. Nou ja, een ander merk luchtsleuteltje. Privé dan. En die is gewoon wat makkelijker. En deze maakt ook niet meer zoveel herrie. Nou ja, niet zoveel. Nog genoeg. Want thuis, ik gebruik hem thuis toch niet. Dus ik denk, ik gooi hem in de auto. Heel makkelijk, wil je snel wat losdraaien. Is het toch ideaal. Ook liggen hier remzuiger terugdraaimateriaal. En ik vind dit een beetje, ik heb het één keer gebruikt laatst. Het werkt wel, maar je moet voorzichtig zijn. Want dit is dus een meerdere maten, hè, zoals je kunt zien. Een soort plaat wat je kunt verdraaien. Ik vind het iets fragiel. Deze trouwens komt toch wel het meeste voor bij heel veel merken. En die is het makkelijkst om te gebruiken. Heb je namelijk twee spindels, linksom en rechts draait, niks mis mee. Twee vijlen, nou ja, hamers zoals je kunt zien. Grote krachtdoppen, tot en met 36. Ja, ik zeg altijd, ik hoop ze onderweg nooit nodig te hebben, want dan begint het nog op werken te lijken ook nog. En hele mooie, lijken heel veel op vacuüm, van die fijne foam pendrivers. Daar kun je perfect mooi mee slaan. Mooie kleine staalborstel en een heel leuk zaagje. Ja, en de oude zaag heb je dan eigenlijk helemaal niet meer nodig, die grote ijzerzaag. Want zoveel slag maak je toch niet. Tot zover de lades eigenlijk waar de indeling van vast staat. Ik ben er super tevreden mee. Dan ga ik even van boven naar beneden werken. Ik laat jullie nog even een keer een overblikje zien van wat hier allemaal bovenin zit. Van rechts naar links. Ik heb hier een schakelaartje zitten voor de verlichting. Heel fijn. Mijn gehoorbescherming. Hierachter ligt nog een beetje handschoenen en een beetje spul. En een sleepbordje. En ga maar door. Mijn stethoscoop ligt daar om te luisteren. Je ziet hier een bak. De ingang zit aan de andere kant. Laat ik jullie straks even zien. Ik heb hier een haspel zitten daar zo. Met de kabel van de startinstallatie. Met de knoppen die er dus op zitten. Het schermpje, die kun je ook naar boven klappen. Maar meestal laat ik hem gewoon naar beneden staan. De meeste tijd gebruik je hem toch. Alle vloeistoffen. Het meetgereedschap wat ik al zei. Met van alles erop en eraan. Universele sleepogen. De PS100 Autel. De proben. Oh ja, ik heb hier nog een ledlamp van mezelf even liggen. Met een magneetvoet. Wel handig. Hele grote. Om zo, laat ik het zeggen, ergens onder de motorkap te hangen. Ja, ligt zat van. Ideaal, zo'n magneetvoet eraan. Nou. Het werkt trouwens niet, kom ik achter, bij een kunststof en aluminium motorkap. Die magneet moeten ze nog uitvinden. De plastic magneet en de kunststof magneet. Luchtspuitje. Temperatuurmeter infrarood, heel makkelijk. Nog een M-Probe. Een ampère tang samen met voltmeter, heel handig. Gereedschap, ik heb hier een aantal, twee stuk zelfs, hoofdlampen hangen.
Gaan we hier verder naar links. Nou, dan krijgen we een stukje veiligheid. De oogspoelfles. Heel belangrijk. Nou, deze auto allemaal nieuw. Controleer altijd je datum. Doen we heel goed. En ik heb hier een afblaasventiel. Hij heeft geen... Die is voor de compressor. Het is namelijk zo, wanneer je dus lucht samenperst, dan heb je dus kans op... Als er vocht in de lucht zit, blijft er dus water in je compressor staan, in je tank, onderste gedeelte. En er zit een afblaasventiel in. Kosten technisch hebben ze ervoor gekozen om het gewoon ja, zelf een keer te doen. En ik doe gewoon ook een keer als ik de auto open doe. Ik zie dat ding vaak zat. Het valt mij zelf op dat ik het best regelmatig doe. Heb je mensen naast je staan die vervelend zijn of die beginnen te zeuren, dan doe je een keer dit. En meestal schieten ze wel een keer meer dat je de lucht in. Dus ja, heel handig zo'n knopje. Nee. Heel mooi. En hetzelfde ook voor het striplicht trouwens. Moeten we wel zelf uitdoen. Maar ja, dat scheelt ook weer. Overdag toch niet aan, 's avonds wel. Hierboven zit nog een lamp. Lekker fel. Mooi. En je ziet hier bij mij een lichtbalk hangen. Dat is de lichtbalk. Ik zal jou even uitdoen. Kijk eens, dan kunnen we het iets mooier zien. Waar je zegt, een lichtbalk, die kan ik achterop zelfs een caravan doen als het moet met heel veel meter kabel. Of een aanhanger voor Noord even. Puur even om weg te krijgen. Hè. Of wanneer we de fietsendrager gebruiken, kunnen we deze achterop de fiets doen. Hebben we ook verlichting. Ik denk, weet je wat, ik heb hier toch zo mooi rek zitten. Ik heb hem heel iets ingekort. Ik moest hem zo'n stukje, ook voor collega's, zo'n stukje inkorten. Ik loop hier net met mijn grote gezicht wel niet tegenaan. Maar meestal loop ja, je staat hier helemaal, toch niet helemaal onder. Gewoon heel praktisch. Aan deze kant alle spuitbussen. En ik heb daar nog een zak liggen voor, even, noemen ze accuzakken bij ons en meer dingen. Puur gewoon de meest gebruikte ja, verspaning wat je gebruikt. Vetten, Rain-X hier staan. Even kijken. En dan kom ik eigenlijk al uit zo bij laden 1 en laden 2. En daar nog 3 bakken achter elkaar staan. Ja, met een beetje inhoud. En wat voor inhoud? Ja, dat laat ik jullie nu zien. De bankschroef. Vergrendeling aan de onderkant los. Uitschuiven. Hij kan een heel eind eruit, maar niet nodig nu. Zet ik hem weer vast, is hij mooi stevig. En nu kun je hem ook nog verdraaien. Als je hem verder eruit haalt, kun je hem natuurlijk verder verdraaien. Er zit nog een gedeelte in waar je ook nog een ronde buis kunt vastklemmen hier binnenin. Echt ontzettend over nagedacht. Heel fijn. Ja, en erg praktisch. Losdraaien. Zet hem weer recht. Goed naar binnen natuurlijk. Doe je dat niet? Ja, dan zit hij vast in de achterklep. Dat zijn allemaal van die dingen. Je moet natuurlijk wel in dit werk altijd je hoofd erbij houden. Terugzetten. Vastzetten. En dan zit weer dicht. Ik heb hier een bak vol. Nou, ten eerste met mijn kniekussen wat erbij zit. En hier heb ik de blokken voor het hefkussen. Samen met de bandenpomp. Ventiel voor het hefkussen. Nog even een beetje glasex om te kijken als je een lekker band iets niet kunt vinden om in te spuiten. Dat het een beetje begint te bubbelen. Moet ik nog een klein beetje meer zips op in doen. Dat is 1. En dan heb ik 1 lader verder. Nou, een beetje veel voorkomende slangen in autoland, om maar zo te zeggen. Dus kachelslangen. Stukjes radiatorslang her en der. Ik heb hier nog de vacuüm ontluchter erbij zitten. En ook nog een vacuümontluchter voor een koelsysteem. Dat is een oude van mij thuis. Heel handig. Dan trek je een koelsysteem vacuüm in een slang eraan. Slang in de koelvloeistof. En dan is het vol. Het derde krat benader ik altijd via de zijdeur. Daar zitten namelijk de flensen in voor ons Noord-reservewiel. Deze bakken kunnen weer terug in de auto. Nu begin ik met de bovenste laden. En je kunt zien, die lade die kan ontzettend ver naar buiten. Heel erg ver. Net zo ver als de achterklep open staat. Volgens mij nog heel iets te voorbij zelfs. Je kunt wel zien, ja, het is een beetje een mengelmoesje qua indeling. Ik heb hier liggen compressiemeter. En het verlengstuk van de compressiemeter ligt hier. Bandenpropmateriaal, sleuteltjes om van alles te openen, van palen tot en met bepaalde laadpalen. Dus eigenlijk van die paaltjes in de grond zelfs kunnen we soms mee openen. Ik heb hier liggen, ja, ventieltrekker, ventiel loshalen, soldeer, tin, van alles. Een paar kurken, altijd makkelijk om toch een slang af te doppen. Beetje schuurpapier, een klein beetje slangenklemmen. De rest heb ik namelijk in een andere opbergdoos zitten.
Heel belangrijk, toch weinig gebruik relatief, is ijzerdraad. Nou, ga maar door. Ik heb hier nog een set om bepaalde slotboten mee los te krijgen. Maar slotboten, jongens, zorg dat je slotboot bij je hebt. Want anders kun je niks meer namelijk vaak tegenwoordig. Te goed beveiligd. Maar goed, de bandenprop en de bandenveters van hieronder nog allemaal verloopkabeltjes om te testen. Solutie voor de fiets. Nou, fietsgereedschap, fietsplakkers, fietsgereedschap. Maar fietsen komen steeds vaker voor. Elektrische fietsen, denk daar maar aan. Nou, een paar. Hier nog een accupolreiniger, accuklemreiniger. Ik heb hier nog een spuit liggen zelfs. Dus niet om jezelf te injecteren, maar ook wel eens handig met een vloeistof ergens in te pompen wat even makkelijk is. Tot zover eigenlijk de bovenste lade. Ik doe hem gauw dicht. Want alles is geteld. En dan ga ik over naar de onderste lade. Lade 1, linksonder. En je kunt zien, hier zit relatief weinig in. Voor de gewichtsverdeling, 3 accu's hier en 3 accu's aan de andere kant. Mijn sleepkabel en, de Makita. Ik heb hier een aangepaste, dit is even een dopje puur voor de bescherming dat mijn lader niet kapot gaat. Dit geribbelde ding gebruik ik, heb ik even afgezagen, was een keer afgeknapt namelijk. Voor een prop in de band te maken. En het gaat even een beetje op te huwen. En de slagmoersleutel. Ook Makita. Dus boormachine, slagmoersleutel. Sleutel hebben we ook. Die komt straks in de volgende lade van Makita. We hebben 2 accu's. Meer dan voldoende. Want ja, ik zie me echt niet met 2 dingen tegelijk bezig gaan. En de lader zit in de auto gebouwd. Perfect. Startkabels. De normale startkabels met een verlengkabel ligt daar nog onder. Ja, hiermee kan ik het doen. Ik ga naar lade nummer 2. Ook een mooie grote lade. Fantastisch. Moet ik kijken wat er allemaal in zit. Och, jongens. Nou, ik heb hier 2 keer water, 2 keer 5 liter. Ik heb hier nog afzettape voor bij een paal eventueel. Onze nieuwe accutester komt ook nog wel een keer in een video aan het bord. De hele mooie slijptol van de firma Makita. Handschoenen liggen eronder voor werken aan hoogspanning, dus elektrische hoogspanning. Je ziet nog een speciale plaat met een vorm erin waar de assteun op past. Die is ook perfect. Zakt die ook nog niet zo ver weg in de grond eventueel. Ik heb toch nog even uit mijn eigen collectie de perfect geordende draadset en tapset, snijset meegenomen. Altijd handig. Hier heb je toch weer een beetje de categorie. Ja, ik noem het een beetje rommelaar. Kijk eens, rubberhamer. Maar die zit er ook niet bij trouwens. Er zitten wel allemaal hamers bij. Maar de rubberhamer om te tikken onder de tank zit er niet bij. De grote, zoals je kunt zien, waterpomptang. Ook perfect. Nou ja, hier zit van alles in. Kun je wel zien. Een weigerende soldeerboot en een goede soldeerboot. Duct tape. Geen duct tape, Donald duct tape. Nou, hieronder ook weer van alles. Ja, allemaal zooi wat je meeneemt. Dit zijn buisjes om een uitlaat aan elkaar te maken die gebroken is, puur voor nood. Zijkant van de Peugeot Partner heeft een schuifdeur. En achter die schuifdeur zit het volgende verstopt. Achterin het noordreservewiel. Je ziet hier een, zoals ze dat zo mooi noemen, een zuurkoolvaatje met een daar zitten onder andere, ja, noem het maar, oude poetslappen in, een beetje vluchtig materiaal wat je beter niet kunt inademen. En ook mijn brandstofpompje, kleine dingetjes wat daar gewoon in zitten, handige slangetjes en zo. Ik heb daar nog een krat staan achterin, nou ja, daar heb ik eens een keer een paar noorddingen in zitten. Een noordbobinetje, een ditje en datje. Gewoon de zooi van vroeger met nog een assortiment met oorringetjes. Een zak vol met bougiekabels die ik nog steeds niet wil missen, oudere bougiekabels. En een zak met poetslappen. Je ziet daar nog een tas staan. Die is voor het noordreservewiel om terug te sturen. Ik heb hier de kegel staan. Ik heb hier ook nog een bakje staan met een paar lampjes. Een lampjesvoorraad. Allerlei dingen die nodig zijn. Ik zal eens even de pion aan de kant pakken. De kegels. Deze koffer die staat gemonteerd op 4. Zie je dat van die ophogingjes daar zo. En ja, wat zit hier allemaal in? Onder andere, wanneer die natuurlijk los wil. een beetje kabelwerk. Ik heb hier weer zo'n spuit liggen voor het ontluchten. Best wel eens handig.
En bovenin, ja, hier ligt van alles. Lampjes, postbode elastiek. En ik heb hier nog toevallig nog een breekkabeltje liggen. Lampjes, nog meer lampjes. Alle kabels, noordgaskabels, noordgaskabels, noordkabels voor koppeling, noordkabels voor gaspedaal eventueel. Komt steeds minder voor natuurlijk, want je ziet toch wel in autoland dat ze allemaal bijna een hydraulisch systeem maken. En dat is aan de ene kant wel jammer, want als een hydraulisch systeem kapot is en we proberen te ontluchten, meestal loopt de vloeistof er en dan net zo hard onderuit, ja. Dan kun je geen noordgreep meer doen, wordt het lastig. Maar goed, voor de auto's die het nog wel hebben, is het heel handig. Dan kom ik eigenlijk hier achteruit en dan zie je allemaal bakken staan hier zo met van alles en nog wat. Dat wil zeggen, wat ik vroeger ook had, bootjes en moertjes. En hier het Elektra gebeuren, hier precies hetzelfde. Elektra gebeuren, zekeringetjes, klemmetjes, alles wat je nodig hebt in Autoland voor de eerste hulp. Deze zet ik even zo neer, waarom? Ga ik even naar de andere kant, Hier zit een, hier, daar heb je hem. Wat is dit nog een mooie bak? Nou, zit een klemmetje op met een afdichting hierin. Lijkt wel een barbecue, joh. Oh, en de lucht, jongens. Oh, hij komt me tegemoet nou. Benzine, lucht of diesellucht. Nu is het zo, deze jerrycan is toevallig leeg, maar die moet ik erbij vullen. En daar zit nog diesel in. Ik heb het er ook op staan. Twee jerrycannetjes, 2 keer 5 liter. Want wij zijn natuurlijk geen tankstation. Nee. Puur van nood om het te proberen of wat dan ook, hebben wij brandstof. Dus vergeet nou niet te tanken, want dat is echt... stroom heb ik niet. Een karretje in Markelo, wegenwasstation, hebben wij ook niet om een auto, een elektrische auto te gaan bijladen. Dus ook daar, kijk nou eens naar die tankmeter. En als je nog 100 kilometer, elektrisch gezien 50 kilometer kunt, ga dan eens de brandweer naar zo'n paal in en ga laden. Want echt... Je bent gewoon dom als je dat niet doet. Klaar. Stel je voor, je bent ingenieur bij Makita. Je bouwt een supermooie accu. 18 volt. 5 ampère uur. Dan best een lummel, toch? En je maakt ook een lader. Je bouwt een lader. Helemaal technisch, helemaal klaar. En je hebt tijd over. Je denkt van, ach... Voordat ik naar het café ga vanuit de ontwerpstudio... Laat ik nog een gimmick inbouwen. Wanneer je erin stopt... Heb je een geluidje? Piep piep. Zeg je nou, ik wil een ander geluidje. Haal je hem eruit, doe je hem er nog een keer in. Nog een keer en nog een keer. Ander geluidje. Het laatste geluidje, wanneer je hem er nou niet meer uithaalt... is het geluidje wat hij dus geeft als die de accu geladen is. Waarom? Waarom? Maar nee, mooi. Ik vind het echt, hoe kom je erbij om zoiets te maken? Dat zijn nog net de leuke dingen, denk ik, van het stukje engineering. Gewoon nog een beetje het grote kind uithangen. Prachtig. Dat wordt hem. Ik heb even deze ietsjes naar rechts verschoven. Waarom? Hier zit namelijk nog een luikje. En dan kom je uit bij alle. Dan zie je ook gelijk de handenwasinstallatie. Hier zitten trouwens normaal gesproken 2 zeepdispensertjes bij. Maar geloof het of niet, die had ik al lek op dag 1. Waardoor je alles onder de zeep zat. Ja, en probeer dat maar eens netjes weg te krijgen. Dus die heb ik eruit gelaten. Niet meer nodig. Ik gebruik alleen maar de watertank als inhoud. Er zit nog wel mooi. Stukje papier bij, heel mooi. En daar dus de flenzen voor het noordreservevuur. Tot zover de indeling, ook hier aan de zijkant. Nou, voorin nog een indeling. Doe even een keer de deur dicht en de deur open, dan heb ik namelijk verlichting. Ik heb hier voorin, daar zit gewoon een goede stoel in gezet. De ASS stoel overgezet, die speciaal aangepast is aan mijn gebrekkige lichaam. En daar links zit normaal gesproken de tablet, die heb ik nu binnen liggen. Middenin, display van de auto, van alle gemakken voorzien. Automaat met een draaihendeltje, dus een hele mooie niet-middenconsole. Erin, dit is perfect om de oversteek te maken, wat ik al zei, van rechts naar links om uit te stappen.
ja, gewoon een hele fijne werkauto waar ik nog jaren mee verder kan rijden. Eerste kilometer staan erop, eerste pechgevallen meegedaan. Super tevreden mee. Echt onvoorstelbaar. Het is voor mij net, net wat ik zeg, de technieken die erin zitten, dus zowel de werking van de auto als de technieken achterin, is gewoon ontzettend fijn. Ik ben nogal een techneut. Ik vind het leuk om iets te kijken hoe het werkt. En hoe ver kun je gaan? Niet een bepaalde grens over, maar hoe ver kun je het gebruiken? Hoe gebruiksvriendelijk is het? En ik vind het heel erg gebruiksvriendelijk. Tot zover de uitleg een beetje over deze auto. Hoe het er nu allemaal uitziet en inziet. En zoals ik zei, de komende video's die jullie gaan zien, werk ik al met die auto. Dus ik heb er ondertussen 3500 kilometer of zo mee gereden. Zeer tevreden mee. En ik hoop hier nog heel veel fijne kilometers mee te mogen kunnen werken. Mocht je nou ook geïnteresseerd zijn om bij ons te komen werken. Ja, schroom niet. Voor hetzelfde kun je ook in zo'n mooie Peugeot Partner komen te rijden. Of een ID4 of een Volkswagen Transporter. Daar komen we altijd over uit. Ik zou zeggen, mocht je geïnteresseerd zijn, ja, kijk dan eens op de site van de ANWB. Bij vacatures, Wegenwacht. En we zoeken altijd nog mensen. Dus goed, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao. Snelheidsborden, snelheidsweergaven op de weg worden door deze auto herkend. Ga je reizen, dan zie je namelijk op een gegeven moment hier je snelheid staan. Nou komt het mooiste, ja, Nederland heeft niet zo heel veel borden met snelheid. Rijden bijvoorbeeld, kom binnen, dan ziet hij dus geen borden. Maar hij ziet wel iets anders. En dat vind ik wel leuk, want het is eigenlijk natuurlijk een bord. Daarom zet ik mijn camera even op het dashboard. Zo. En ik ga even voorzichtig rijden. Dus ik kom nu het wonderschone Geesteren Overijssel binnen, gemeente Tubbergen. En ja, leiden geen borden. Kilometer op de Lange Veense Weg. Ja, precies. En nu komt het allermooiste. Bij het huis daar in de verte, die boerderij daar rechts, is namelijk iemand jarig. En die wordt 50. En nu zie je misschien hier het bord staan. De auto ziet hem nog niet. Ja, je ziet het bord 50 daar staan. En wat gaat de auto doen? Ook gaan rijden. En je ziet gewoon het bord 50. Dus ik zou zeggen, van harte gefeliciteerd. Vergeet niet regelmatig je vloeistoffen te controleren onder de motorkap. Zoals motorolie, koelvloeistof, remvloeistof en ruitensproeivloeistof. En vergeet ook niet naar onze andere video's te kijken en te abonneren op ons kanaal.